De Granny Club in Roemenië helpt mensen uit hun eenzaamheid te komen. De club is 4 jaar geleden gestart en bestond toen uit een paar mensen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een groep van meer dan 30. De Granny Club wil ouderen in al hun noden tegemoetkomen. Er is medische zorg, er zijn spellen en creatieve activiteiten. De grannies hebben regelmatig contact met andere mensen uit de omgeving en krijgen ook bezoek van kinderen. Voor sommige grannies is het best moeilijk om zelf buiten het huis te komen. Daarom is er een busje geregeld om deze grannies op te halen. Er is een grote focus op het geloof. Che ha successo lui? Io mi rendesci assai sicuro, assai este, che tu da una incepem intronirea cu de la Biblie citim un verset și comentăm, după aceea și mai discutăm despre tema. Mai cântăm. De grannies helpen zelf mee in het organiseren van activiteiten. We have a lot of work and we see that some of the granny could be able to help us. Dit geeft hen een doel waar ze veel energie van krijgen. They feel that they are precious and they can do something. Ferenc ontving zelf hulp, maar helpt nu anderen en zit in het comité van de Granny Club. Mai mult întrebăm doleanțele, deci cam ce ar vrea să facă. Some of the granny's family, they are not here or they are not visiting. Nobody is visiting them. And here they feel the spirit of the community and the spirit of the family, because I can tell that now we are like a family here.